Welkom bij de wiskundeles. Vandaag gaan we kijken hoe kunnen we doorsneden tekenen. Nou, voordat we kunnen kijken hoe we ze kunnen tekenen, moeten we eerst even goed weten wat een doorsnede is. Nou, als je hier kijkt, als je zo die paprika overdoors doormidden snijdt, dan is de doorsnede dit. Dat is eigenlijk dat vlak waar je rechtop kijkt. Dus als je hem zo overdoors doormidden gesneden hebt en je kijkt zo recht naar dat vlak wat je gesneden hebt, dan ziet dat er zo uit. Als je hem in de lengte door zou snijden, dan zie je dat dat vlak wat je krijgt, dus dat vlak hoe je hem doorsnijdt, is dus dit. Dus dit is de lengte doorsneden. Dus doorsneden zijn eigenlijk 2D-weergaves van het vlak wat je snijdt. Hoe kunnen we zo'n doorsnede tekenen? Laten we eens even hier kijken. Teken de doorsnede van de kubus hieronder op ware grootte. Dus we willen eigenlijk dit vlak van A, B, G, H willen we op ware grootte gaan tekenen. Als je een beetje goed kijkt, dan zie je dat dit vlak eigenlijk een rechthoek is. Dus je ziet, dit ziet eruit als een rechthoek. We moeten alleen nog even berekenen. Even kijken, hoe lang is die lijn van B naar G dan? Dus hoe lang is die lijn van B naar G? Die van A naar B, die weten we, die is 5 centimeter. En die van G naar H weten we ook, want die is ook 5 centimeter. Omdat het is een kubus, dus al die zijden zijn even lang. Dus bij een kubus zijn alle zijden even lang. Hoe ga je dan die doorsnede tekenen? Dat is nog best wel een beetje lastig, want het zijn eigenlijk 3 stappen die je moet doorlopen voordat je die doorsnede kan gaan tekenen. Eerst zullen we een schetsje moeten maken van dit vlak hier, van het vlak B, C, G, F. Om te kijken hoe kunnen we die lijn hier berekenen. Laten we eerst eens even een schetsje maken van dat vlak. Dus we maken een schetsje en we zetten de maten bij het vlak. Dus we kijken, dit is dat vlak wat we getekend hebben. En dat is het vlak B, C, G en F. Oké. En wat weten we nog meer? We weten deze zijde is 5 centimeter. En we weten deze zijde is 5 centimeter. Oké, dus dat is eigenlijk de informatie die we op dit moment hebben. Welke lijn willen we berekenen in het vlak? We willen weten hoe lang is die lijn van B naar G. Dus we willen weten hoe lang is die lijn van B naar G. Dus we willen weten hoe lang is deze lijn. Als je goed kijkt, dan zie je eigenlijk dat hier zo dan een driehoek ontstaat. En niet zomaar een driehoek, maar een bijzonder soort driehoek. Namelijk een rechthoekige driehoek. Want dit is een vierkant, dus deze hoek is recht. Dus dat betekent dat hier zo een rechthoekige driehoek ontstaat. Dus dit is een rechthoekige driehoek. Dus laten we even het tekentje voor rechthoekige driehoek erin zetten. Zo. Ja. Dus deze driehoek is een rechthoekige driehoek. Als we even terugdenken aan een aantal hoofdstukken terug. Hoe bereken je in een rechthoekige driehoek ook alweer deze zijde? Deze zijde hier zo is eigenlijk de lange zijde van deze rechthoekige driehoek. Korte zijdes, lange zijdes, stelling van Pythagoras. Dus hoe kunnen we die zijde berekenen? Door de stelling van Pythagoras op te schrijven. Dus we gaan dat schemaatje weer maken van korte zijde. Dus korte zijde. Korte zijde. En de lange zijde. En we zetten gelijk even erin wat we weten. We weten namelijk de ene korte zijde is 5 centimeter. De andere korte zijde is ook 5 centimeter. En de lange zijde, die weten we nog niet. Zijde. Dus de lange zijde, die weten we nog niet. Die is op dit moment nog één vraagteken voor ons. Maar die willen we wel graag gaan berekenen. Hoe doen we dat ook alweer? Laten we even iets verder gaan. Hier zo. En wat gingen we dan ook weer doen? We maakten dan dat schemaatje af. Dus we maakten dat schemaatje af en we wisten dat de korte zijdes in het kwadraat zijn even lang als de lange zijde in het kwadraat. Dus we wisten de twee korte zijden in het kwadraat zijn even lang bij elkaar als de lange zijde in het kwadraat. Dus het eerste wat we hier gaan doen is we gaan het kwadraat nemen van die vijver. Dus we nemen het kwadraat van die vijver. Dus we gaan zo die kant op werken. Even een net pijltje erbij zetten. Zo, even een net pijltje. Het gaat niet altijd even makkelijk met de muis. Zo, dus we gaan die kant op. Hup, die kant op. En we gaan uitrekenen
hoeveel zijn die kwadraten van die vijven? Dus we gaan die kant op. En dan doen we de kwadraten van die vijf uitrekenen. Dus hoeveel is het kwadraat van 5? Nou, het kwadraat van 5 is, even kijken, 5 kwadraat is 25, want 5 keer 5 is 25. Dus hoeveel is het kwadraat van 5? Nou, dat is hier zo 25, volgens mij had ik hem hier al gezet, ja. Zo, 25. Nou, die andere 5 in het kwadraat, die is dan dus ook 25. Dus dat is wel makkelijk, want die is dan dus ook 25. Nou, wat weten we ook weer met de stelling van Pythagoras? Die korte zijde in het kwadraat zijn even lang als de lange zijde in het kwadraat. Dus die zijn bij elkaar even lang als die lange zijde in het kwadraat. Dus wat we nu zullen moeten doen, is we zullen nu eerst die twee bij elkaar op moeten tellen. Dus 25 plus 25 is 50. Hè? Dus we hebben hier zo, hebben we de lange zijde, die is bij elkaar, is die 50. Nou, hoe gaan we ook weer van de lange zijde in het kwadraat terug? Naar gewoon de lange zijde, nou dan deden we altijd de wortel. Hè? Dus dan deden we de wortel van die 50. Dus we deden de wortel van die 50. Nou, laten we ook nog even een pijltje erbij zetten voor de duidelijkheid. Dus we doen de wortel van die 50. Dus we doen nog even een pijltje erbij. Dus als we die kant op werken, dan doen we de wortel. Nou, hoeveel is de wortel van 50? Nou, pakken we even de rekenmachine. Wortel 50 is... Nou, gebruik even de SD om een goed getal te krijgen. 7,07 nog wat. Nou, als we gaan tekenen kunnen we niet verder dan één getal achter de komma tekenen. Dus we ronden het af. Dus dat wordt 7,1. Dus hoe lang wordt die lange zijde? Die wordt 7,1. Dus dit vraagteken, hoe lang wordt die lange zijde? Dat wordt 7,1 centimeter. Zo, 7,1 centimeter. Zo. Oké, nou dan gaan we nu dat figuur tekenen. Dus nu gaan we hem netjes tekenen. AB is makkelijk, dus daar beginnen we mee. We beginnen eerst met de lijn van A naar B. Dus laten we hem hier even tekenen. Dus van A naar B. Niet dit soort pijltjes, gewoon normale lijnen. Dus van A naar B is 5 centimeter. Dus 1, 2, 3, 4, 5 centimeter. Dat is van A naar B. Daarna moeten we van B naar G. Die is 7,1. En aan de andere kant is die ook 7,1. Dus die gaan we even 7,1 tekenen. Nou, daar heb ik wel even een geodriehoek voor nodig. Want dat kan ik niet zo zien. Ik pak even de geodriehoek erbij. En die gaan we 7,1 tekenen. Nou, hij loopt maar tot 5. Dus laat ik hem dan in ieder geval bij de 2 zetten. Dus ik zet hem bij de 2. Want 5 plus 2 is 7, dus dat is, hier is die 7, maar hij is ook nog 7,1, dus hij zit niet precies op de 5, maar hij zit eentje erboven, dus 7,1 zit precies hier zo. Dan gaan we aan de andere kant ook nog even netjes tekenen, dus daar gebruik ik ook die geodriehoek, ik zet hem ook weer op de 2 precies. En ook daar zie je, het komt maar net uit. Ook daar zie je weer dat die eentje erboven zit. Dus daar zit die 7,1. Nou, nu kan de geodriehoek weer weg. En ik ga hem aftekenen. Dus ik doe van A naar G doe ik een lijn tekenen van 7,1. Dit gaat allemaal met je potlood net even wat makkelijker dan dat het hier op de computer gaat. Ik ga hier van 7,1 naar 7,1. Zo. En ik ga naar beneden. En dan maak je hem nog even af. En afmaken bedoelen we... Je zet even de letters en de maten erbij. Dus dit is A. Dit is hoekpunt B. Dit is hoekpunt G. En hier helemaal bovenaan, we hebben nog maar net de ruimte ervoor, hebben we hoekpunt H. Zo, ik sta hem een beetje dichterbij. Staat net niet door elkaar. Oké, en dan zetten we nog even de maten erbij van A naar B. Die konden we aflezen, dat was gewoon 5 centimeter. En van B naar G, en die andere kant ook, maar we hoeven maar aan één kant neer te zetten, was 7,1 centimeter. Dus 7,1 centimeter. En zo hebben we een doorsnede getekend. Dus zo hebben we deze doorsnede ABGH getekend. En zoals je ziet is het best nog wel een beetje ingewikkeld. En moet je dus eerst de schets maken van het vlak waar de lange zijde in dit geval in ligt, dus waar in de zijde ligt van je doorsnede
die je nog niet weet hoe lang die is. Daarna moet je hem berekenen en daarna pas gaan tekenen. Nou, succes met de opgave en tot de volgende keer weer.